In de gemeente Wijchen is feestelijk het nieuwe jaar ingeluid. Met een groot spektakel van jeugdorkesten, dansverenigingen en het Juliana Bicycle Team. Een kunstrijwielvereniging uit Millingen. Samen droegen zij bij aan het thema van de receptie, namelijk beweging. Daar stond burgemeester Hans Verheij ook uitgebreid bij stil in zijn nieuwjaarstoespraak. Dames en heren, we stappen 2018 met heel veel energie binnen. We kijken vooruit. 2018 is het jaar van de beweging. De basis voor onze nieuwe gemeentelijke dienstverlening is gelegd. Het is eigenlijk een beetje zoals een potje tafeltennis. Verheijen sloot zijn verhaal af met zijn persoonlijke ambitie in de gemeente Wijchen. Dit jaar zit zijn eerste termijn erop en hij sprak de hoop uit nog een termijn burgemeester te mogen blijven. Reizigers die met de veerpont van Middelaar richting Kuik willen reizen kwamen vandaag bedrogen uit. Door het hoge water is de pont tijdelijk uit de vaart genomen. Reizigers die richting Noord-Limburg wilden reizen moesten omrijden via de A73. Het water in de Maas ligt ongeveer 2 meter hoger dan een week geleden en verwacht wordt dat deze nog verder zal stijgen. Mogelijk gaat de afvoer van het water komende vrijdag een piek bereiken van ongeveer 1650 kubieke meter per seconde. Als het zover komt, betekent dat dat er pompen ingezet gaan worden om het water af te voeren. Het zal niemand ontgaan zijn. In 2018 is Nijmegen European Green Capital. Deze titel is een initiatief van de Europese Commissie en wordt uitgereikt aan een Europese stad die voorop loopt in duurzaamheid. In 2018 zullen Nijmegenaren worden uitgedaagd om zelf ook duurzamer te worden. Dat gebeurt met zogenaamde challenges. In januari staat de circulaire economie centraal in deze uitdagingen. Zo wordt er in die maand een zeer duurzame modelwoning ingericht en zal er stadsmeubilair worden gemaakt met de onderdelen van oude smartphones.